Premier, mevrouw de minister, ik weet niet of ik moet lachen of huilen. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen dat we iemand hebben, een militair die zo goed getraind is, dat de rest van het leger hem zelfs niet vindt. Het is een beetje beschamend op zich, vind ik. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen, mevrouw de minister. Omdat iemand die 2 keer een terugstraf kreeg, wegens extremistische ideeën, iemand die daardoor zijn job bij de militaire politie al verloor. Iemand die daardoor opgepakt werd door de politie en verhoord werd door het parket. Iemand die op de lijst staat van de staatsveiligheid. En die man krijgt dan een loper om in het wapenarsenaal binnen te gaan. Kunt u mij uitleggen, mevrouw de minister, hoe iemand 4 antitankraketten, een P90 automatisch geweer, een handvol granaten, 2000 kogels, een handgeweer en een kogelvrije vest ongezien en ongecontroleerd kon meenemen. Kunt u mij zeggen, bijvoorbeeld, waarom de camrecorder niet werkte? Waarom die man niet gefilmd is in ons leger? Kunt u me zeggen, mevrouw, waarom onze staatsveiligheid? Wij hebben er 2. 2 hebben we er. We hebben 2 staatsveiligheden. We hebben de OCAT, die de extremisten moet in de gaten houden. Waarvan een 38 extreem rechts, een 13 extreem links en de rest de jihadisten. Kunt u mij zeggen, mevrouw, waarom dat er niet gewerkt heeft? Kunt u mij ook zeggen waarom het ADIF, speciaal voor het leger, het ADIF, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, waar er 600 mensen werken, 600, niet in staat zijn om 1 militair, want er staat maar 1 militair op die extreem rechtse lijst van de staatsveiligheid, om die in de gaten te houden. Mevrouw, ik vraag mij echt af of de ADIF een doven- en een blindeninstituut is of een veiligheidsinstelling. Dank meneer de minister om te zeggen dat er fouten gemaakt zijn en om te zeggen dat er structurele problemen zijn dat men er iets aan zal doen. Maar er is maar 1. 1 kapitale fout. 1. De verpletterde verantwoordelijkheid van diegene die aan een doorgeslaan extremist de sleutels van het wapenkot gegeven heeft. Daar zit de grote fout. En ik denk, collega's, dat wij een taak hebben. Er bestaat hier toch iets zoals een comité I. Een comité I die de inlichtingendiensten moet controleren. En niet de minste politici zitten daarin. Grote politici, meneer Serverij van Zijstraat, bijvoorbeeld, denk de Patrick de Waal. Het zijn mensen met een track record in dit parlement. En wel, jullie hebben een taak. Kijken wat de taak van het OCAT is, die dit toegestaan heeft, die in oog zijn zeil moet gaan. Van ADIF, die hun enige taak is, dat is die mensen controleren en die daar niet in geslaagd zijn. Wel als parlement, in plaats van te zwarte pieten en onmiddellijk door te sturen, doe je job. En dat is de eerste taak dat we hier zo moeten doen in het parlement. Ik dank u.